Ik heb openbare ruimte geclaimd om te laten zien dat we ondanks alle tijden waar we nu in leven echt niet voor een kleintje vervaard zijn. Nu is er een hele goede reden, want volgende week is het Kaalstad Festival. En nou, ik doe eraan mee, stond ook aan de wieg van het hele verhaal. En ja, ik had zoiets van laten we aandacht vragen, want we zijn nog niet klaar, hè? En we zijn er nog. Vraagt zij op die rotonde niet te veel aandacht zometeen? Ja, dat hoop ik. Hoop ik. Het gaat ook ergens over. Het is de horen des overvloeds. Dus uitgebeeld op een andere manier. Het is onze horen des overvloeds. Onze welvaart komt tot stand door olie. Het is een witte maagd door olie besmeurd. Tegelijkertijd is het een ode aan de olie, want het heeft ons wel de welvaart gebracht. Het is eigenlijk onze levensader, zoals kunst ook een levensader is. Zou moeten zijn. Ja, en ik ben zelf, gek genoeg ben ik zelf dus de artiest die het vaak heel erg plat slaat. Van ja, kom op, ik maak kunst. Ik leef in een welvaartsmaatschappij waar ik dat kan doen. Het is eigenlijk een geschenk dat ik het kan doen, want ergens anders moet ik gewoon aardappels kweken of vis vangen. Maar ik kom er toch wel achter dat het zeker nu essentieel is. Ik laat zien wat ik allemaal gemaakt heb, hè, en verzameld heb en zo. En ja, het ridderleven dus en zo, dan hoe ik dit ervaar dus, hè. En ik werd geïnspireerd als kind dus, hè. Ik ben geboren in Suriname. En toen kwam dus die serie Ivanhoe dus, hè, van Roger Moore. Ja, en dat was mijn voorbeeld dus, hè. U heeft uw droom waargemaakt, want u hebt nou uw eigen kasteel. Ja, precies. Zeker. En hoe ik, en wat voor eentje natuurlijk. Want dit is het enigste in de wereld, hè. Want hiermee kom ik naar de mensen toe en niet andersom dus, hè, dat de mensen naar mij toe komen. Nee, ik kom in een woongebied, hè. Dit is de buitenkant wat je dan hier zo ziet, maar van binnen is natuurlijk, ja, dat is dan, daar krijg je het idee dat je dus echt in een oud slot bent, hè. Leuk idee, zo'n schip. Heel erg leuk, fantastisch, ja, en een leuke aardige ridder, ja, en een kasteelheks was het, hè? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja, en een aardige kasteelheks. Erg de moeite waard. Vooral leuk voor de kinderen. Ik ben niet altijd hier. Hè? Nee. Ik ben ook... Nee, heksen hebben het druk, hè? Ja, ik moet... ik doe altijd vliegen, ja. Van Duitsland naar hier. En van hier naar Duitsland. En ik ben altijd op de reis, hè? Goed zo, zachtjes. Zo. Laat eens even vertellen, hoe ben jij bij Hercules? Vertel, dan gaat met de benen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jaar is dit. Hoe ben jij bij je? 4. Gaat dat 4 jaar voor het meisje tellen? Hier, dan gaat hij wachten. 1. Je bent sinds geen 1 jaar, man. 4 jaar is ze. Hij kan bijna tellen als ik. Ja? Ja. Ja. Hier alleen of ook in die kroeg? Ralf telt altijd. In de kroeg kan ik met de 2 tellen, houd het op. Een mooie boot, jongens. Ja, wat vond je het mooiste wat je gezien hebt? De hele boot. Wanneer bent u open? Vanaf 11 uur tot 18 uur. De hele week door dan. Tot wanneer ligt u hier nu? Nou, tot wanneer, het is helemaal niet zeker, want we hadden ook bij ons, we mochten oorspronkelijk, hadden dus gevraagd voor 2 maanden. Maar ja, ze hebben ook gezegd van ja, en je mag ook niet langer dan 3 weken dus liggen. Dus. We wilden laten zien wat hier al die jaren voor ontzettend moois en ook belangrijks is ontstaan. Allerhande onderzoek op het gebied van kunst, democratie, innovatie, duurzaamheid. Je kunt het gek niet verzinnen of de war heeft er plek aan gegeven. En we hadden eerst plan om daar een leuk festival aan te wijden. Maar dat gaat niet zo. Eigenlijk dankzij corona kwamen we op het idee om dat uit te smeren en er een tentoonstelling van te maken. En nu is het eigenlijk een soort do-it-zelf wereldtentoonstelling geworden.
een spiegel in. Oké, die ook spiegelt. En die tunnels van binnen helemaal van zilver, papier. Alle gebouwen op het terrein van de War zijn omgetoverd tot verschillende paviljoens. Eén paviljoen techniek. Er zijn heel veel uitvindingen die in het VAP-lab zijn gedaan. Dus een paviljoen voedselvoorziening, waar mensen kunnen zien hoe een voedselbos werkt, hoe je dat zelf kan aanleggen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld kroos kunt gebruiken om eiwit uit te winnen. Dus een paviljoen over democratie. Daar is ook de Stadsbron vertegenwoordigd. Maar ook iemand die bezig is met decentrale munten verzinnen. En Wikimedia is daar vertegenwoordigd. Ik zelf ben bezig met het opbouwen van een soort decentraal banksysteem. Waarbij mensen, ja, wie je ook bent, of je nou een hoge of lage status hebt in de maatschappij, je kan gewoon altijd een rekening openen. Dat kost niets. En dan kan je eigenlijk gewoon een alternatieve valuta heen en weer sturen. Nou, hier hebben we kleine rondjes. En ja. Die zijn van een stukje karton gemaakt en wat papier. En daarin zit een QR-code. Ja. Die ik niet helemaal laten zien, want het is de sleutel tot een rekening. En eigenlijk zou het een grondrecht moeten zijn om transacties te mogen doen voor iedereen. Vooral omdat het in deze samenleving zo belangrijk is om transacties te doen. Dus het probleem wat je daar dan eigenlijk mee krijgt, de financiële discriminatie krijgt. Mensen met meer geld tellen wat meer mee en mensen met minder geld tellen minder mee. En we willen in ieder geval met deze stappen ervoor zorgen dat iedereen weer eigenmachtig is daarin. De War is eigenlijk altijd al een huis geweest voor mensen die met een idee rondliepen om de wereld op een of andere manier spannender te maken, te verbeteren, leuker te maken. En al die mensen hebben geprobeerd te voorzien van een plekje om dat te doen, in contact te brengen met andere mensen die daar ook mee bezig willen. En zo zijn daar heel veel leuke initiatieven uit voortgerold die we nu weer even het podium geven. Zonder lege stenen. Die zie je. Die zijn een beetje groot. Die zijn 40 bij 40 bij 20. Maar ze hebben de noppen van de lego stenen. Ja, dan kun je ze heel makkelijk stapelen. Dan vallen ze niet om, want ze zijn verankerd van die, tegen die noppen. Het is voor de mobiele fabriek. En dit zijn aardbevingsbestendige huisjes. Waarom Expo Keerpunt? We staan hier bij de War. En de War, zoals bekend, moet gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. En dat betekent dat de War wel op een flink keerpunt staat. Maar met de verhuizing van de War gaat ook een begin komen van de hele ontwikkeling van de Kop van Isselt. Dus daarmee staat de Kop van Isselt en de stad eigenlijk ook op een keerpunt met de ontwikkeling van een nieuw stadsgebied. Maar als je nog een stapje uitzoomt, dan zie je met corona, met klimaatverandering, met binnenkort een recessie. Dat we misschien in grotere schaal ook nog wel wat dingen anders moeten aanpakken. De wereld staat, voelen wij, ook wel op een keerpunt. En de wegen die we moeten gaan inslaan, dat zijn nou net de wegen waar in de War heel veel onderzoek naar is gedaan. Dus dat vond een heel mooi thema om de tentoonstellingen aan op te hangen. Dus tijdens Expo Keerpunt zijn heel veel experimenten te zien die te maken hebben met een duurzame wereld en wat je daar zelf aan kan bijdragen. Ja, mensen kunnen ook tot en met de 18e nog programma-onderdelen aandragen. Hè? Dus als iemand een workshop wil komen geven of een lezing of een kunstwerk laten zien, kunnen ze nog inschrijven tot en met zondag 18 oktober.